Ik heb net de nieuwe Brawl Talk gezien en ja, dit is echt by far een van de beste Brawl Talks ooit. Ik weet dat ik dat bijna elke keer zeg, maar nu is hij wel echt heel erg nice. Je hebt namelijk een nieuw monster evenement in Brawl Stars. Dat is heel nice. Maar wat nog veel nicer is, is dat ze een samenwerking hebben met Godzilla. En je hebt Monster X in Brawl Stars. Met allemaal speciale mutaties voor 40 verschillende knokkers. We gaan het er zo meteen meer over hebben. Maar dit evenement is echt geweldig. Je gaat heel veel goede rewards krijgen. Gratis skins, dus dat is heel nice. En als je dacht dat dat het enigste was. Nee. Er zijn ook gewoon 2 nieuwe knokkers die er ook nog aan zitten te komen. Heel veel nieuwe skins. Ik heb nog een skin die ik mag weggeven. Dus dat is ook heel nice. Het wordt gewoon een lijpe video. Dat is één ding wat zeker is. Maar voordat we verder gaan, doe allemaal een duimpje omhoog. Zouden we de 5000 likes kunnen halen op deze zieke update video. Zou heel nice zijn. En als je trouwens even liked, abonneert en natuurlijk de code Bouts gebruikt, maak je ook kans op de skin die ik mag weggeven. Dus dan kijk de hele video, dan weet je ook welke skin ik mag weggeven. En dan krijgen jullie ook meteen alles te zien over deze nieuwe update. Hij is echt ziek. Maar laat ik jullie niet te lang in spanning houden. We gaan beginnen. En dan beginnen we meteen met het nieuwe Godzilla evenement. Het is namelijk een game mode in 3 versus 3. Waarin je zeg maar een mega Godzilla kan worden. Maar wat nice is, is dat je elke dag een aantal van die monster eggs kan vrijspelen. En eigenlijk zijn dat gewoon star drops. Je kan credits krijgen, je kan coins krijgen, je kan krachtpunten krijgen, je kan skins krijgen. Maar wat je daar ook uit kan krijgen zijn mutaties voor knokkers. Dat is iets nieuws en dat is ook alleen tijdens dit evenement geldig. Dus als het evenement voorbij is, dan zijn die mutaties ook weg voor de knokkers. Dus het betekent niet dat die voor altijd in de game zullen zitten. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Maar wel super leuk dat ze dit hebben toegevoegd. Het is gewoon, je krijgt die mutaties waarschijnlijk vrij makkelijk en vrij snel. Omdat ze ook weer snel worden verwijderd. Maar doordat je die mutaties kan krijgen, kan je met sommige knokkers echt zieke speciale aanvallen doen. Henk die schiet de hele tijd achter elkaar door. En zo zijn er veel meer knokkers die allemaal hun eigen mutatie hebben. Abonneer op mijn kanaal. En dan mag ik daar waarschijnlijk morgen een video over maken. En dan kan ik alle mutaties van alle knokkers aan jullie laten zien. Gaat heel nice worden. Die mutaties kan je niet in elke game mode gebruiken. Dagelijks zijn er een aantal game modes beschikbaar. Waarin je knokkers met mutaties kan gebruiken. Omdat het echt waarschijnlijk één grote chaos gaat worden. Maar ja, dat maakt het eigenlijk ook alleen maar leuk. Dus je hebt zeg maar Monster X. Daaruit kan je gewoon rewards krijgen. Maar dus ook die mutaties. Waarmee je gewoon met speciale knokkers echt zieke aanvallen kan doen. Ja, ik heb er echt heel erg zin in om al die speciale aanvallen van al die verschillende knokkers te kunnen testen. Daar heb ik echt veel zin in. Maar ja, daar hebben we nog even geduld voor nodig. En die Monster X kan je op verschillende manieren vrijspelen door het Godzilla evenement te spelen. Dan moet je zeg maar boutjes en moertjes verzamelen. En als je dan voldoende hebt, verander je in een mega Godzilla. Wat wel echt bizar vet eruit ziet. Maar zo kan je Monster X vrijspelen. Maar ook in de dagelijkse rewards tussen je stardrops heb je ook een aantal Monster Eggs die je kan vrijspelen. Dus eigenlijk kan je elke dag een aantal Monster Eggs vrijspelen. En als je in het Godzilla evenement een potje verliest, krijg je ook een gewone Star Drop gratis. Dus dan heb je niet mega rewards, maar je zijn toch weer wat coins of krachtpunten die je gratis erbij krijgt. Dus dat is wel heel nice. En ze hebben dit evenement nog beter gemaakt. Als je dacht dat het niet beter kan, nou, het kan nog beter. Want als jij in een actieve club zit, krijg je voor elke aantal, zeg maar, geopende Monster Eggs, krijg je meer rewards. Je krijgt namelijk edelstenen. En aan het eind, als jouw balk helemaal vol zit, als clubzijde, krijg je een hypercharge skin. Dat zijn nieuwe skins die eraan zitten te komen. En die skins veranderen qua gedaante als je hun hypercharge inzet. En we krijgen als eerste keer een Buzz hypercharge skin. Ja, inderdaad, die kunnen we dus allemaal gratis krijgen als je als clubzijde genoeg van die Monster Eggs hebt verzameld. Wel heel vet. Die Buzz skin ziet er echt super nice uit. En wel heel vet dat ze die dus gratis weggeven. Maar dat is niet de giveaway skin. Die komt later nog. Dus daar moeten jullie deze video even voor kijken. Want ik heb ook een hele vette skin die ik nog mag weggeven. Maar stel als club kom je wat eggs tekort. Of je hebt het niet gratis kunnen krijgen. Kan je in de store ook extra monster eggs kopen. Om dan uiteindelijk wel bij de aantal monster eggs te komen. Waardoor je als club zeg maar allemaal gratis die skin kan krijgen. Dus als je zelf wat edelsteen over hebt. Kan jij je club ook helpen. Om dan uiteindelijk bij
bij die aantal Monster Eggs te komen. Om dan die skin te kunnen vrijspelen. Dus heel leuk evenement. Je moet gewoon in een club zitten. Je moet samen spelen. Je kan speciale mutaties voor allemaal verschillende knokkers vrijspelen. Het evenement duurt trouwens van 29 april tot 20 mei. Dus we hebben iets meer dan 20 dagen om te spelen. Maar oh, dit gaat sowieso ziek nice worden. Het is een tijdelijke update, maar ik heb er zoveel zin in. Dit gaat echt heel erg nice worden. Laat even weten in de comments wat jullie vinden van dit nieuwe evenement. Maar dan gaan we ook nog even kijken naar de skins die eraan zitten te komen. Tijdens het monsterseizoen. Je hebt namelijk de Brawl Pass skin Megatick. Dat is echt een super vette skin. Ik vind die echt mega vet. Maar die kan je dus vrijspelen als je de Brawl Pass koopt. Dus dat is wel een hele goede skin, vind ik persoonlijk, voor de Brawl Pass. Dan heb je daarna nog Motta Eve. Die kan je dan ook nog kopen. Dat zijn allemaal skins, zeg maar, van het Godzilla evenement. Een Mega Godzilla Nita heb je dan nog ook nog. Die is ook vet. Ziet er ook vet uit. Dan heb je nog Ranger Brock in allemaal verschillende kleuren. Die komen dus ook nog allemaal uit in het Godzilla seizoen. En natuurlijk Godzilla Bus. Die je natuurlijk gratis kan krijgen als je met de club een aantal Monster Star Drops heb geopend. Of nou, Monster Eggs moet ik zeggen. Maar eigenlijk zijn het gewoon een soort van Star Drops. Alleen dan net wat anders en kan je mutaties uitkrijgen. Maar ja, je zou het bijna vergeten. We hebben het natuurlijk de hele tijd over het Monster Evenement gehad. Er komen ook gewoon nog 2 nieuwe knokkers uit. Ja, je hebt namelijk Lily. Dat is een van de 2 nieuwe knokkers. Dat is een mythische knokker. Het is een beetje een knokker die van dichtbij damage doet. Een beetje dezelfde afstand als wat El Primo heeft. Maar wat Lily wel echt heel erg vet maakt, is de super van Lily. Die is echt mega overpowered. Je kan namelijk je super inzetten op een tegenstander. En wat hij dan doet is teleporteren achter de tegenstander. Dus je hit diegene met je super. Dat doe je al. Maar vervolgens teleporteer je ook nog achter de tegenstander. Dus je komt er eigenlijk naast te staan. Wat Lily denk ik een hele goede knokker maakt tegen vooral bijvoorbeeld throwers. Je kan dan naar een Barley toe teleporteren. Die heb je dan sowieso gekild omdat Lily van dichtbij gewoon hartstikke goede knokker is. Dus ik ben heel benieuwd hoe Lily gaat spelen. Ik denk dat het wel echt een hele leuke knokker gaat worden om vooral mee te spelen. Maar die teleport echt insane. En oh ja, je doet ook snelle hits van dichtbij met je gewone attack. En je hebt maar 1 ammo. Dus het is niet dat je 3 ammo's achter elkaar kan schieten. Het is gewoon 1 keer slaan en dan trek je terug en dan kan je weer 1 keer slaan. Dus je slaat de hele tijd 1 keer als het ware. Maar Lily ziet eruit als een knokker die wel nice gaat worden. Die gaan we sowieso spelen. Misschien wel leuk om die ook proberen te krijgen naar de rank level 30. Maar er is nog een knokker die eraan zit te komen. En dat is een nieuwe legendarische knokker. Namelijk Draco. Dat is een nieuwe legendarische knokker die er dus ook aan zit te komen. Wel een vette knokker. En lijkt misschien wel een beetje op Lily. In ieder geval, qua aanval vind ik hem een beetje op Lily lijken. Het is ook gewoon 1 aanval die recht vooruit gaat en niet een hele lange range. Het is dus eigenlijk ook een knokker vooral voor dichtbij. Die doet vooral damage op een puntje. Dus hoe verder de tegenstander weg is bij je hit, hoe meer damage je doet. Dus dat is op zich wel goed om rekening mee te houden. Maar wat Draco echt een hele goede knokker maakt, is zijn super. Dat is echt insane. Je laat je super trouwens ook op het moment dat je damage tegenkrijgt van knokkers. Dus dat is ook wel nice. Maar je verandert in een soort van monsterachtige draak die vuur spuwt. Ja, dat is wel echt heel erg vet. Je bent dus eigenlijk een soort van draakridderachtig iets. En je spuwt dus vuur op de tegenstanders en je doet echt heel veel damage. Ziet er heel vet uit en ik denk dat die super echt mega overpowered gaat zijn. Ik denk dat het er wel een beetje te vergelijkbaar is als Mac. Dat je een beetje 2 varianten hebt. Je gewone attack en je gewone personage. En als je je super dan inzet dat je een andere personage bent. Mac heeft namelijk ook een soort van 2 varianten. De mega variant en de kleine Mac die dan maar 2 kleine kogels schiet. Ik denk dat de Draco een beetje vergelijkbaar daarmee is. Maar ja, dan moeten we natuurlijk binnenkort eventjes gaan testen en spelen. Dus abonneer en dan blijf jij natuurlijk op de hoogte op het moment dat ik hier video's over mag maken. Want van Lily en Draco mag ik binnenkort ook update video's maken. En dan kunnen we deze knokkers helemaal goed gaan testen. En na het Monster Event komt de Cyber Brawl Season online. Dan heb je Hacker Brock, wat echt een mega vette skin is. Ja, die komt ook in de Brawl Pass vandaan. Dus dat is de Brawl Pass skin van die maand. Hele vette skin. Je hebt B-Bite, wat ook gewoon een leuke skin is. Je hebt Vanguard, die is ook echt mega bruut. En je hebt Glitch, Larry en Laurie. Allemaal hele vette skins en Virus Charlie. Echt, die skins van tegenwoordig worden alleen maar beter. Elk seizoen denk ik,
Het is nog beter dan het vorige seizoen. En dan denk je dat dat alles was. Nee, nee, er komt natuurlijk nog veel meer bij. Het gaat maar door. Je hebt namelijk ook allemaal nieuwe hyperchargers die eraan zitten te komen. Brock heeft een hypercharger dat hij mega veel raketten afschiet met zijn super. Dus dat is overpowered. Sandy heeft een hypercharger dat de snelheid van Sandy en zijn teamgenoten vergroot in zijn supergebied. Nita's beer, die krijgt meer levens en loopt extra snel. Max gooit energie naar zijn teammates, waardoor die ook sneller kunnen gaan bewegen. Dus dat is ook wel echt heel erg vet. Dus als ze iets verder weg staan, krijgen die alsnog zo'n energiedrankje. Tik de super, beweeg sneller. En als die ontploft, komen de mijnen om de super heen. En Jean, die heeft nu met de super niet één, maar gewoon drie handen die allemaal richting de tegenstanders gaan. Ja, het ziet er echt heel bruut uit. Dus dat zijn de nieuwe hyperchargers die eraan zitten te komen in het nieuwe seizoen. Daarnaast is er ook een nieuwe 5 vs 5 game mode online gekomen, namelijk Knockout. Het leuke is dat ze iets extra's hebben toegevoegd. In ieder geval voor elke teammate die doodgaat van jouw team, worden de overgebleven knokkers iets sterker. Dus dan heb je misschien iets meer kans om dan toch nog te winnen, ook al ben je in de minderheid. Dus dat is wel leuk dat ze dat hebben toegevoegd. Ben ik heel benieuwd naar hoe dat precies werkt. En ja, kunnen we binnenkort gaan testen als de update uit is. En dan nu even de skin die we mogen weggeven. Ja, ja! Ik mag Urban Ninja Tara weggeven in deze giveaway. Hele vette skin. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op deze skin is eventjes liken, abonneren en natuurlijk de code Bouts gebruiken. Stuur even een e-mailtje naar hier dit e-mailadres wat nu in beeld staat. En dan kan jij kans maken op deze skin. Moet je even zorgen dat jij natuurlijk een screenshotje maakt, dat je de code Bouts gebruikt en even hebt geliked en geabonneerd. En dan maak je al kans op deze skin. Hele fan skin. Ik vind hem echt heel bruut. Maar er komen nog veel meer skins aan. En daar gaan we dan nu eventjes naar kijken. En oh ja, er is ook één aanpassing qua skin. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Je hebt in ieder geval Beach Byron. Je hebt Parasol Frank. Allemaal een beetje zomerskins. En Force Queen Amber wordt een nieuwe legendarische skin. Dus als jij die skin al hebt, dan is die dus nu goedkoper dan dat die gaat worden. Je hebt Gala Mortis, wat ook een leuke skin is. En er komen nog zoveel meer skins bij, jongen. Dat is echt niet normaal. Je hebt Byron the White. Je hebt Rui Sunita. Wave Hopper Jackie. Filmmaker Buzz. Moon Crusher Penny. En Piano 8-bit. En dan heb je ook nog deze 8-bit skin die ook wel erg vet eruit ziet. Volgens mij zijn deze skins ook die je kan krijgen in Ranked. Dus op Ranked moet ik zeggen. Dat is ook nice. Daarnaast heb je Gamer Bibi. Een remodel, dus die is weer aangepast. Je hebt die Urban Ninja Tara, die ik dus mag weggeven. Echt een hele vette skin. Squad Bus Shelly's. Of Shelly, dat is dus van de nieuwe game van Brawl Stars die eraan zit te komen. En daarnaast hebben ze nog Supercell Make skins, die er ook allebei echt heel bruut uitzien. Zoveel vette skins die er weer aan zitten te komen, dat is echt niet normaal. Maar dat waren een beetje de grote updates die ze hebben besproken in deze Brawl Talk. Waar ik vooral heel erg zin in heb, is de nieuwe Godzilla evenement spelen. Met die speciale Monster X. Ja, ik heb daar echt zin in. Ik denk echt dat het super nice gaat worden. En ook die twee nieuwe knokkers gaat ook sowieso nice worden. Maar het gaat mooi worden. Hou mijn kanaal in de gaten. Dan krijg je alles natuurlijk mee over de komende nieuwe updates. Dus ja, ik zou zeggen abonneer. En dan zie ik jullie morgen weer. Ja. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken hem uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bouts Army. Doei hè!